baron Schimmelpenninck van de Royer is donderdagavond in Voorschoten benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat deed burgemeester Pauline Bouvier-Koenen tijdens de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van kasteel Duivenvoorde. De baron wist tot dat moment nog van niets en was met stomheid geslagen. Schimmelpenninck krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor kasteel Duivenvoorde en zijn belangrijke rol bij de herinrichting van het landgoed. Hij heeft als directe afstammeling eigenlijk van degene die kasteel Duivenvoorde in de stichting heeft ondergebracht, zodat het brede publiek daar van kan blijven genieten, heeft hij daar in de jaren later, sinds 1960, ook voor gezorgd dat die publieke toegankelijkheid ook echt gewaarborgd werd. Hij heeft dat uitgebreid, heeft de tuinen mede vormgegeven. Hij zal ongetwijfeld ook veel gelobbyd hebben voor sponsoring en dergelijke. Dus hij is een drijvende kracht geweest naast alle andere vrijwilligers die zich voor Duivenvoorde inzetten om dit voor het nageslacht te bewaren. Ja, dat is heel bijzonder om dat te ervaren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gedecoreerd zijn in Nederland. En je kan je eigenlijk niet voorstellen, dan denk je, nou, dat is goed, dat is terecht, dat is aardig dat men dat krijgt. Maar als je dat dan zelf krijgt, ja, dan denk je, ik? Moet dat nou? Kasteel Duivenvoorde is natuurlijk een prachtig kasteel om in je gemeente te hebben. Daar ben je als burgemeester alleen maar heel trots op dat kan. Maar dat vraagt ook wel wat aan onderhoud en betrokkenheid en inzet van mensen. En ik ben nog trotser dat al die vrijwilligers dat in Voorschoten maar voor elkaar weten te boksen. Ik spreek hierbij de wens uit dat Duivenvoorde mag blijven groeien en bloeien. Dat dit een kleine bijdrage is geweest in wat zoveel mensen maken. Wij hebben in Nederland veel culturele en natuurhistorie. En het is, denk ik, onze taak en iedereen die daar dan toevalligerwijze als familie bij betrokken ben. Het is onze taak om dat voor iedereen in Nederland en ook daarbuiten te bewaren, zodat iedereen daarvan kan genieten.